in Uilenstede, studentenwijk Uilenstede in Amstelveen. En we zitten pal onder de buitenvelderbaan. We wilden altijd al de buitenruimte inrichten, herinrichten. Maar we konden dat alleen op een basisniveau doen. Dat betekent een 30 bij 30 stoeptegel, vuilcontainers die je gewoon nodig hebt en kabels en leidingen verleggen. Eigenlijk niet zoveel meer. En wij willen er een studentencampus van maken. En dat vergt gewoon veel meer ingrepen. En toen maakte ik kennis met de Stichting Leefomgeving Schiphol. En juist door hun steun kunnen we de buitenruimte inrichten als een studentencampus. Zoals je ziet is het niet echt heel gezellig aankomen hier op Uilenstede vanuit de metro hierachter. Dit wordt een stuk vriendelijker voor lopers en voor fietsers. En daar waar die groen hokjes zijn, dat zijn de fietsenhokken, die worden gesloopt. En daar komt een bruggetje en dan kom je heel groot wijd uit op Uilenstede. Nieuwe ingang. Eigenlijk is dit punt daar wel heel belangrijk bij, want vooral omdat hier de metro en de tram loopt. En er is een viaduct en dat is heel slecht belicht 's avonds en heel kil. En dat wordt een stuk beter dankzij ons. In dit project zijn de ideeën gekomen van de studenten zelf, van de bewoners die hier wonen. We zijn een aantal keer bij elkaar gekomen. Wij als de VBU zaten daar, Vereniging Bewoners Uilenstede. Maar er zaten ook mensen van de Stichting Leefomgeving Schiphol en de gemeente. En toen werd er besproken wat er allemaal gedaan kon worden. En dan mochten we opschrijven op een kaart van wat we veranderd wilden zien, wat er belangrijk was voor ons. Onze visie eigenlijk. Nou, zoals je ziet is het eigenlijk best wel gedateerd. Het is niet echt uitnodigend en helemaal niet gezellig. Er zijn verschillende klankbordgroep sessies geweest. Het is daardoor zeker wel veranderd. Studenten vonden het vooral belangrijk dat het een groot en open plein werd. En zoals het er nu naar uitziet gaat dat ook echt wel zo worden. We willen er een studentencampus van maken, maar die wel open is naar anderen toe. Dus dat het personeel van de bedrijven die hier zijn, dat die ook hier een drankje komen doen. En dat kan door een heldere structuur. En dan nodig je ook mensen uit om echt het gebied in te stappen. Nou, je komt dus Uilenstede binnen met een mooie nieuwe ingang. En dan heb je een breed pad. En het wordt een heel groot grasveld met die grote baan er doorheen. Die gaat direct naar het centrum, leidt mensen daar naartoe. Nou, straks wordt het gewoon één gezellig plein. En is het eigenlijk een soort grote ontmoetingsplek waar mensen elkaar gaan ontmoeten. Het fijner is om hier te wonen, dat je wel misschien af en toe dat geluid hebt, maar dat je denkt van het is toch zo leuk om hier te wonen dat dat helemaal niet meer belangrijk is.